Les 15. Afkanten met hulpnaald op een eenvoudige manier. Welkom bij de breilessen op de breimachine gegeven door Diane L. Sullivan, Austin, Texas, USA, vertaald en ingesproken door Yvonne Tentay in Nederland. In deze les laat ik zien hoe je eenvoudig kan afkanten met de hulpnaald. Deze methode is erg populair bij beginners. Het staat ook veel in de breiboekhandleidingen. Hoewel het niet mijn favoriet is, is het wel erg makkelijk. Ik laat je zien hoe het gedaan wordt. Bij deze methode gebruik je ook de hulpnaald met één oog. Plaats het oog over de eerste naald van de breimachine. Dan trek je het helemaal naar je toe en vervolgens schuif je de naald weer helemaal terug. De steek is nu van de breimachine afgegaan en zit op je hulpnaald. Dan zet je de steek over op de tweede naald die je helemaal naar voren haalt. Je slaat de draad die je overigens uit de afstrijken hebt gehaald, handmatig om het haakje van de naald van de breinmachine. En duwt de naald vervolgens terug zodat de achterste steken over de draad in het oog valt. Dit herhaal je de hele tijd. Zie je? Je kan zelf bepalen hoe lang je de lust maakt, afhankelijk van hoe strak je werkt. Maar wederom, werk niet te strak, want dan gaat het trekken en krijg je geen mooi resultaat. Zoals je ziet, doe ik met de wijsvinger het werk iets naar achteren en geleid ik de hulpnaald. Dit voorkomt dat de steek eraf glijdt. Haal de gewichten wel uit je werk, want anders trekt het te veel aan de steken. De kam laat ik er nog wel even in zitten. Indien je bijvoorbeeld een pand breidt, is het handig om de afgekante steken, de ontstaande gebreide oogjes, op het hek te hangen. Op die manier komt er niet te veel gewicht op de overgebleven steken op het bovenbed van je werkstuk. Wat het weer te strak aantrekt. Dit is ook een prima methode van afkanten, en dit kan je van rechts naar links of andersom. Het kan gedeeltelijk, bijvoorbeeld bij een armschat of de hele toer. Zorg er wel voor dat deze afhechting dan in de zoom komt als je de pannen aan elkaar zet, omdat het niet de mooiste afwerking is en kleine gaatjes veroorzaakt. Ik zal dat zo even laten zien. Deze afkantmethode is perfect als je er een extra afwerking aan wilt maken, bijvoorbeeld een gehaakte rand of zo. Alhoewel, met haken is dat nooit echt een probleem op je breiwerk. Ik maak de rij even helemaal af. Knip het garen en haal de lus erdoor. En haal de kam eraf. Ik zal het even goed voor de camera houden, dan kan je zien hoe de rand eruit ziet. Zie je de rij met gaatjes? Dat krijg je met deze methode. En zo ziet het eruit aan de andere kant. Dus dit is een heel simpele, snelle afkantmethode. Succes!